Nog meer sportnieuws uit Weert, om precies te zijn. Vorige week donderdag vond het jaarlijkse sportgala plaats. Voor de eerste keer in het Muntheater wijn weer de sportman en sportvrouw van het jaar. Voor de eerste keer vond dit jaar ook in Weert een sportgala plaats in het Muntheater. In Weert stond de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar centraal. Maar ook de G-sporter van het jaar, het sporttalent en het sportteam van het jaar werden bekendgemaakt. Dat ze in Weert groot zijn op haar turntalenten, dat bleek al meteen bij de opening. Vera van Pol kennen we nog van de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Ze maakte al een aantal jaar deel uit van de nationale turnselectie. Behalve van Pol is ook Meike Hulleman te zien tijdens de opening. Een verrassing was het dan nog niet dat beide turnsters genomineerd waren voor een prijs. Uiteindelijk zou Vera van Pol uitgeroepen worden als sportvrouw van het jaar in Weert. Boekser Aito Kuster werd de sportman van het jaar. De sportgala in Weert werd gepresenteerd door Maurice Graaf. Sport, kunst en cultuur wordt hier vanavond met elkaar verbonden. En dat maakt het toch wel heel uniek, ja. Ik heb ook het idee dat heel Weert aanwezig is, zo lijkt het wel. Hè? Ja, maakt me nog maar het zenuwachtiger. Want... Hey, komt goed. We hebben een aantal fantastische optredens, cultuur. We hebben een kunstveiling, echt mooie kunstwerken die ook weer voor een goed doel dus geveild werden. Dus het maatschappelijke zit er ook enorm in, drie mooie doelen. En we hebben natuurlijk misschien wel het allerbelangrijkste, de topsporters van Weert die geëerd werden. De sportman, sportvrouw, sportploeg, coach, G-sporter en vrijwilliger van het jaar. De breakdancers van Fresh All Stars waren de grootste kanshebbers op de prijzen. In meerdere categorieën waren ze vertegenwoordigd. En uiteindelijk zou de crew maar liefst drie categorieën binnenslepen. En heel vreemd is dat niet, want de breakdancers hebben een superjaar achter de rug. Nederland kregen ze een nationale bekendheid dankzij het RTL-programma Holland's Got Talent. Maar ze werden ook nog een keer wereldkampioen breakdance voor kids. De eerste die in de prijzen viel van de groep was breakdancer Lorenzo. Hij moest het opnemen tegen een basketballer, Roel van Overbeek. David tegen Goliath dus. Maar ook nu ging David met de eerste rieken. Lorenzo Caboni is talent van het jaar in Weert. Lorenzo Caboni. Bij de matches ging de prijstalent van het jaar naar Alessandra Wieser, het uitblinkende paardensport. Het pakte de prijs terwijl ook hardloopster Emmy Wekers en turnster Meike Hulleman genomineerd waren. Alessandra Wieser. De Fresh All-Stars vielen ook als team in de prijzen. Ze werden uitgeroepen tot sportteam van het jaar en weer. De Fresh All-Stars. De Masters Heren 200 Plus ploeg van zwemclub De Rog was het doen met een nominatie. Coach Ramon Truijen van de Fresh All-Stars velende prijzen, hij werd uitgeroepen tot coach van het jaar. Een bijzondere categorie is natuurlijk de G-sporter van het jaar. In deze editie waren drie heren daarvoor genomineerd. Nick Kloze, Björn Jaake en de uiteindelijke winnaar, zwemmer Vincent Hendricks. Ja, en hard. Ja, heel hard. Ja. En dan laat je iedereen je achterkant zien. Hè? Die komen achter jou aan, hè? Denk eraan. Ja, dat ja. Heel even om een idee te hebben, hoeveel uurtjes in de week lig je in het zwembad? Nou, ja, tussen 6 en 7 dus. Tussen 6 en 7 s'morgens? Of... Nee, s'avonds. Dat kan ook, ja, nee. Iedere dag tussen 6. Kees, volgens mij zijn ze er
microfoon uit. Ja, klaar hoor, dan haal ik de schaal. Dan ja. Kijk ze. Nee, ja. Eerst die loodjes. Eerst. Vincent Hendricks. Ja, ik heb een aantal sportgala's, maar ja, wie als is, voor de eerste keer dat sport, kunst en cultuur met elkaar verbonden werd. Dus ik vind het ontzettend leuk, ontzettend spannend nog om dat de eerste keer te doen, maar ja, Hawaii 5-0, hè. Een applaus voor dit voor alle drie.